je voelt dat eigenlijk in elk van de technologische speerpunten dat data een heel belangrijke component voor de toekomst zal worden. Als stad willen we uiteraard data zo goed mogelijk verzamelen, er zo goed mogelijk mee omgaan, maar het ook zo goed mogelijk gaan ontsluiten. We hebben daar trouwens als stad een heel mooi track record in. Met open data zijn we echt wel een koploper en een voorloper in Vlaanderen en in België. We kunnen als stad geen technologiehoofdstad op ons eentje worden. We hebben daarvoor alle actoren binnen ons ecosysteem nodig. Je hebt de kennis nodig. Organisaties als de IMEC, VUB, maar ook onze Gentse Universiteit zijn belangrijke kennispartners daarin. Onze Gentse ziekenhuizen, vier toonaangevende ziekenhuizen, zijn ook heel erg belangrijk. Je hebt kennis nodig ook bij mensen, bij de vele studenten die ervoor kiezen om in Gent te blijven en hier hun toekomst ook wel uit te bouwen. En dat zijn allemaal zaken die er samen voor zorgen dat je inderdaad die sprong naar een health tech ecosysteem kan maken. Ook als stad zetten we daar verder op in, onder andere met de samenwerking met het Blue Health Innovation Center. En we willen als stadsbestuur wel de lijm tussen al die actoren zijn en inzetten op een zeer goede samenwerking. Ziekenhuizen beschikken over een groot potentieel aan data. Dat potentieel willen ze benutten voor wetenschappelijk onderzoek om verdere innovatie in de zorg mogelijk te maken en de zorg ook betaalbaar te houden. Om gegevens sneller en efficiënter te kunnen ontsluiten, heeft het UZ Gent een interdisciplinair instituut opgericht. Het UZ Gent beschikt over niet alleen een elektronisch patiëntendossier, maar ook over heel wat andere informatiesystemen. We willen met het Data Science Instituut al die systemen samenbrengen, cureren en aan elkaar linken. Daarnaast willen we ook een expertisecentrum uitbouwen voor Health Data Science en Artificial Intelligence, met ruimte voor innovatieve projecten, niet alleen voor machine learning, maar ook bijvoorbeeld voor visualisatie. Het is belangrijk dat we als DSI dit samen doen met de zorgverleners van het UZ Gent, omdat zij beschikken over de nodige domeinkennis. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van de zorg en van het onderzoek geoptimaliseerd wordt. Onder meer in het kader van de wetenschappelijk onderzoek naar migraine en clusterhoofdpijn worden diverse parameters en patiëntgegevens verzameld. Dat doet het ziekenhuis via draagbare polssensoren en mobiele applicaties. Dus binnen de hoofdpijngeneeskunde onderzoeken wij nieuwe methodes om hoofdpijnsyndromen zoals migraine en clusterhoofdpijn sneller te diagnosticeren en beter op te volgen. We gebruiken hiervoor innovatieve hoofdpijnapplicaties en digitale sensoren die onder andere stress, activiteit en slaapkwaliteit kunnen meten om zo aan betere AVOS-predictie en impactberekening te doen. Daarnaast gebruiken we ook taal van de patiënt als invoer voor machine learning algoritmes via natural language processing om zo aan betere accurate diagnostiek en betere impactberekening van de patiënt te doen. Een belangrijke partner in dit onderzoek is ID-Lab. Dat is een onderzoeksgroep van IMEC en Universiteit Gent die zich bezighoudt met de optimalisatie van dataprocessen. Data wordt steeds belangrijker voor de innovatie binnen de gezondheidszorg. Daarbij zijn er twee belangrijke uitdagingen. Aan de ene kant willen we die data, ja, die moet wel vindbaar zijn. Die moet toegankelijk zijn, die moet gestandardiseerd worden en die moet ook herbruikbaar zijn. De tweede grote uitdaging is eigenlijk, in plaats van dat we de data centraliseren op één plaats, laten we de data bij al die spelers zitten en brengen we gewoon de algoritmes, de modellen naar die data toe en proberen op die manier eigenlijk die inzichten alleen met elkaar te delen. Dat zou een geweldige stimulans zijn om meer data-gedreven, gepersonaliseerde gezondheidszorg te kunnen gaan creëren, ook binnen de Belgische context. Ook de coronacrisis heeft aangetoond dat up-to-date data leiden tot kwaliteitsverbetering van de zorg. Ik denk dat COVID geleerd heeft dat het hebben van heel geactualiseerde informatie over de gezondheidstoestand van de bevolking in België ongelooflijk belangrijk werd. Daar werden we elke dag mee geconfronteerd op het nieuws. Het heeft vrij lang geduurd voordat we dat soort van informatie hadden. Aan de andere kant, bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met het op afstand monitoren van patiënten, is eigenlijk ook iets wat vandaag plotseling veel meer aan waarde is gaan toenemen. Omdat men gezien heeft, men had geen andere keuze en daardoor kwam dat plotseling veel meer in opgang.